Er is geen samenleving denkbaar zonder elite. Wij zijn een sociaal levend zoogdier. Wij zijn een kuddedier. We zijn een echt kuddedier. En een kuddedier kan niet zonder sociale hiërarchie. Wat er ook gebeurt, er komt altijd een nieuwe elite. Het Verlossum, kunt u mij horen? Het eerste boerenbedrijf is ook uitgekocht, hè? Zo, weg. Zeker vanwege de A27 of zo. Nee, vanwege het hele stikstofgedoe. Oh, nou ja. Kijk, en wat heeft hij ervoor gekregen? 2,5 miljoen. Nou, klinkt niet gek, toch? Het gaat om een varkenshouderij in Heukelom. Heukelom, oké. De provincie en de gemeente Oosterwijk, die hebben dat die varkenshouderij. Ja, die man heeft misschien de buis in hangen. Denk je, ja, god, ik ben 59, ik heb geen opvolgers. Ik kan die zaak prima te gelden maken. Waarom zou ik het niet doen? Ik vind 2,5 miljoen een mooi bedragje. Hè? Dan start je toch je pensioen met een heel aardig startvermogen. Ja, nou ja, hij zal misschien ook wel zeggen, ik heb kinderen. Dus die zouden het bedrijf eigenlijk overnemen. Dus die, ja, 2,5 miljoen is toch geen kattenpis? Nee. Nee. Vind je dit nou een overwinning van het volk op de elite? Dat die man is uitgekocht? Ja. Nee, dat kan ik nou niet zeggen. Ja, er wordt heel moeilijk over die elite gedaan. En natuurlijk, ja, dat gelul over de elite, dat is natuurlijk iets wat samenhangt met de opkomst van het populisme. Omdat het populisme inherent anti-elite is. Het altijd zegt, alles wat fout is, ligt aan de elite. Die elite is zo erg, dat is één grote samenzin. De deep state, de elite. Nou ja, ga zo maar door. Tot op zekere hoogte hebben ze daar natuurlijk gelijk in. Alleen maken zij nooit precies duidelijk, niet waar, wat als zij aan de macht komen. Want dan zijn zij in no time de nieuwe elite. En uit alle voorbeelden die ik zou 1, 2, 3 zou weten te verzinnen, blijkt dat de nieuwe elite een nog veel grotere club van dieven en incompetente gekken is dan de oude elite. Denk aan de Bolsjewieken, dat is een prachtig verhaal. De Bolsjewieken komen aan de macht. En je zou zeggen dat zijn lui die volledig solidair zijn met het simpele bestaan van de arbeider, van de Sovjet-arbeider. Hè. In no time rijden ze in Moskou in de grootste en de duurste en de nieuwste auto's. Hebben ze zich meester gemaakt van verreweg de beste appartementen in de stad, enzovoort, enzovoort. Er is geen samenleving denkbaar zonder elite. Wij zijn een sociaal levend zoogdier. Wij zijn een kuddedier. We zijn een echt kuddedier. En een kuddedier kan niet zonder sociale hiërarchie. Wat er ook gebeurt, er komt altijd een nieuwe elite. Je kunt veel beter proberen te repareren aan de oude elite. Hè, dan dat je steeds zegt een nieuwe elite. Want een nieuwe elite, dat duurt jaren voordat je de ergste elementen weer opgeruimd hebt. Dat voel je toch wel aan je water. Hè? Of ze maken oorlog, dat is nog veel erger. Hè? Je hoort ook steeds meer vragen. Er zijn geen samenlevingen zonder elite. Nee. Je kunt hoogstens zeggen, er zijn wel samenlevingen die een iets betere elite hebben dan andere samenlevingen. Dat is wel mogelijk. Ja. De elite moet ook wel open zijn. In de zin dat je er gemakkelijk in terecht kunt komen als je je best hebt gedaan. Een verdienstelijke onderneming hebt gesticht. Of weet ik wat je precies uitgevoerd hebt. Ja. Maar een eliteloze samenleving, nee, die bestaat niet. Nee. Ik geloof dat zelfs bij die Indianen die nog eenzaam in het afgescheiden in het Amazonegebied wonen, daar heb je ongetwijfeld ook sociale structuren. En er zal ook iemand zijn, niet waar, die, weet ik, het kampvuur aan moet steken. Of het liedje begint. Of nou ja, het bekende werk. Je leest meer verhalen nu ook over de afhakers, hè, in Nederland. Ja, daar heb ik wel een zeker begrip voor. Omdat de afhaker, dat we hebben we het ook vaak over gehad, niet waar, de top 30% van Nederland heeft echt niets te klagen, 0,0. De middengroepen, dat hangt er een beetje vanaf waar je zit en hoe je bent en waar je woont en maar dat soort van dingen. Maar feit is dat natuurlijk de onderkant van in Nederland, van de arbeidsmarkt, maar sowieso van de samenleving, nou ja, niet de beste deal heeft gehad in de afgelopen kwart eeuw. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Ook onder andere door het verschalen van de verzorgingsstaat natuurlijk. Maar ook in andere opzichten. Ik moet je zeggen, er is nu dan sprake van 10% stijging van het minimumloon. Weet jij wat het minimumloon is? Nog geen 11 euro. Dus als je 10% erbij krijgt, krijg je 1,10 euro erbij. Oh, hé. Daar kun je hier om de hoek nog niet eens een ijsje van kopen. Maar ik zag al de eerste middenstanders van, dat konden ze niet betalen. Dat,
gaf zulke grote praktische problemen liever niet. Nee. Zo gaat het in een rijk land van Nederland dat toch zo moeilijk over gedaan wordt, hè? Ja, wat je natuurlijk, zeker als je leest wat een rijk land wij zijn en dat we in de top zoveel staan enzovoort, wat allemaal volkomen juist is. Maar je moet natuurlijk wel enorm oppassen dat de inkomensverschillen tussen de verschillende delen van de bevolking, dat die niet te groot worden. We hebben allemaal het gruwelijke voorbeeld van de Verenigde Staten, waar dit probleem totaal uit de hand gelopen is. En we moeten zorgen dat we daar corrigerend beleid op voeren. Dus ja, je kunt zeggen 10% bij het minimumloon, minimumuurloon erbij. Nou ja, indrukwekkend is het niet. Nee. Ik begreep dat veel problemen ontstaan in Nederland, omdat er dus de arbeidsmarkt tegenspannen is. En omdat de GGD beter betaalt dan de horeca of andere bedrijven aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Gaan mensen liever bij de GGD werken natuurlijk. Dat zou ik ook doen. Ja. Duitsland heeft ook een pakket, hè, om de inflatie tegen te gaan. Dus 65 miljard is nu vandaag weer bekendgemaakt. Nou ja, ik kunt even uitkijken. Bij ons 15, dus dat is precies 5 keer zoveel. Nee. Wacht even, 13. Maar dit is het derde pakket. Dus ze hebben dus wel het grootste volgens mij van de drie. Maar ze hebben 2 keer eerder ook al een pakket afgekondigd. Ah, nou ja, Duitsland is een grote land. Dus ze hebben een grote pakket nodig. Kijk, op het totaal van het bruto product zijn die pakketten natuurlijk toch... Wat is het bruto product van Nederland tegenwoordig? 800 miljard of zo? Of misschien al wel hoger, ik durf het je niet precies te zeggen. Dan is natuurlijk 15 miljard is lollig, maar het is 2% van je bruto product. Dat je ook met die enorme programma's van Biden die erover stemmen niet gerealiseerd zijn. Als je het even vergelijkt met bruto product, dan is het peanuts. Ja. Peanuts, hè, dat gebruik je ook makkelijk. In het Engels. Pinda's, hè. Ja. Want als ik nu had gezegd van, dan is het pinda's. Dan had je gelijk, ja, pinda's, hoezo. Als je zegt peanuts, dan begrijpt iedereen wat je bedoelt. Ja. Ik vind het wel opvallend in Duitsland dat ze dus bedrijven die veel energie verbruiken, die krijgen dus ook een belastingverlaging. Dat zit dus ook in dat pakket. Daarmee stimuleer je natuurlijk toch niet een andere manier van denken. Nou ja, ik denk dat de prijsverhogingen sowieso van een zodanig aard zijn dat de zuinigheid erdoor moet. Want ja, want dat moeten we toch constateren. Het is allemaal heel vervelend, deze reeks van. Oh, je kabeltje zit een beetje los. Hoor je niet meer. Je toch dat het goed is dat ik de koptelefoon op heb. Oké. Okay. Nu hoor ik je wel weer. Schijnbaar jouw hand die dan toch iets wegdrukt. Nu hoor ik je weer, hoor. Ja? Ja. Oké, okay, de vraag is toch dat het moet zich niet herhalen natuurlijk. Dus daar dat ik even hier in de verschillende onderdelen knijp. Ja, nee, nu hoor ik je weer. Oké, okay. Waar waren we mee bezig? Ja, het zijn maar relatief kleine bedragen. Hè. Dat bruto product, dat is natuurlijk toch heel groot vergeleken met de overheidsinterventie. Maar het is nuttig dat het gebeurt. Het moet goed gericht uitgevoerd worden. En kijk, dat wou ik gaan zeggen. Het is allemaal heel erg natuurlijk de klimaatcrisis, de gascrisis, de oorlog in de Oekraïne. Het is allemaal, het schijnt ook allemaal een beetje met elkaar samen te hangen. En, nou ja, waar we het vorige keer over hadden, dat er een soort onderliggende angstgolf is. Hè? Een soort van gravitatiegolf, je ziet niks, maar je weet dat het er is. Maar ja... Zullen we nog een Engelse uitdrukking gebruiken? Never waste a good crisis. Je ziet dat het 25% terugloopt van het gasgebruik. Dat is dus al in een halfjaartje is dat al tot stand gebracht. Dat je denkt, oké. Je ziet dat de EU toch in allerlei opzichten initiatief neemt. Dat de lui die dat altijd tegenwerken, de Duitsers en de Nederlanders vooral natuurlijk, dat zij het minste last hebben van al die problemen, dat die nu ook min of meer gedwongen zijn om... In ieder geval besloten hebben mee te werken daarmee. En daarmee natuurlijk de betekenis van de EU nader onderstrepen. En in feite het gewicht daarvan groter maken. Ja, dus ik ben eigenlijk... het is vervelend, maar... Ik ben er niet pessimistisch over gestemd. Nee. Noah wil weten, wat is Maartens favoriete gangpad in de supermarkt? Geen, want ik kan nooit iets vinden in die supermarkten. Vreselijk. En als ik dan eindelijk zo'n beetje weet waar het staat, dan veranderen ze alles. En bovendien spreek ik altijd mensen aan van ik denk dat lijken me typische vakkenvullers. En dan zijn ze gepikeerd, want dat zijn het ook klanten. Nee, ik ben geen vakkenvuller. Dus ik heb geen idee. Je loopt niet graag door de chipsrij heen? Ik vind het afschuwelijk. Of met de koekjes? Ik vind het afschuwelijk. Ik ga veel liever naar een kleine winkel waar ik persoonlijk geholpen word.
Waar de mensen zeggen, dag meneer Van Rossum, wat fijn dat u vandaag weer bent. Ja. Dantes vraagt, moeten supermarkten hun prijzen niet verlagen aangezien ze in de coronatijd dikke winst maakten? Is dat zo? Ja, ik moet zeggen, dat is aan de overheid om daar fiscaal naar te kijken. Ik weet niet of alle supermarkten wel dikke winsten hebben gemaakt. Zijn er supermarkten die extra dikke winsten hebben gemaakt? Je zou met name bij de energieproducenten en leveranciers, die verdienen wel heel erg veel, heb ik begrepen. Nou, daar zou je een soort fiscale afroomoperatie kunnen uitvoeren, ja. Sander die zegt, hoi Maarten, ik heb net door Australië gereden. Heb je een mening over dit land? Ja, Australië doet het niet slecht. Dat wil zeggen, Australië lijkt natuurlijk in allerlei opzichten op de Verenigde Staten. En ja, we weten allemaal dat de oorspronkelijke bewoners van Australië er wel bar slecht van af zijn gekomen. Daar is nu wel, zijn er ook wel excuses voor gemaakt. En daar wordt nu wel een heel ander beleid gevoerd. Maar het is toch, god, al die westerse expansie, dat is wel een onbeschrijfelijke ellende geweest voor de lui die er al waren. Dat nu de Inuit zijn, of de Indianen in Amerika, of de Aboriginals in Australië, ja. Maar Australië is een land wat er relatief gezien goed functioneert. Het is natuurlijk in feite een mini-continent. En de bevolking, wat heeft Australië een bevolking? 37 miljoen mensen of zo? Ja, zou kunnen. Het zal niet zo verschrikkelijk veel meer zijn dan dat. Nee. En natuurlijk ook enorme hoeveelheid de hulpbronnen. Ja. Ik geloof dat Australië de grootste kolenexporteur ter wereld is. En dan hebben we nog Tariq. Waarom is er nooit een middel tegen kaalheid ontdekt? Dat zou een hoop depressies wegnemen. Zou het zijn? Zou dat zo zijn? Ja, ik heb makkelijk praten op dit terrein, maar ik zou mij, als het morgen allemaal van mijn hoofd valt, dan raak ik niet in depressie. Nee, dat geloof ik niet. Het wordt wel een stuk dunner. Dan zou ik geleidelijk aan steeds depressiever moeten zijn geworden, maar dat is in mijn geval niet zo. Ik ben eerder minder depressief geworden dan meer depressief. Ik heb een keer twee artsen gesproken, die hadden een potje gemaakt. Dan zeiden ze, ja, dit moet je op je hoofd smeren, maar dan moet je blijven doen en dan groeit je haar vanzelf terug. Maar daar werkte volgens mij voor gemeter. Het is geen succes geworden volgens mij. Ja, je hebt mensen die laten een nieuw haar implanteren. Ja. Dat schijnt een vrij pijnlijke, vervelende operatie te zijn. Jan de Hoop heeft dat gedaan, hè? Wie is Jan? Oh, dat is die nieuwslezer. Van RTL, ja. Oh, ja. Ik vind het... En Peter van der Vorst van RTL. Ja, ik vind het dan volstrekt de flauwekul. Wat kan het je schelen? Ja. Heb je nog andere vragen die jou bij zijn gebleven vanuit... Ja, er waren wat dingen, want ik dacht, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dan ben ik weer even vergeten welke het waren. Ik heb het wel allemaal doorgenomen, wat je me gestuurd had. Ja. We hebben veel reacties op de telescoop gekregen. Ja, daar moet ik nog iets bij zeggen. Ik was natuurlijk een telescoop vergeten, namelijk de radiotelescoop. Ik had in feite dus de hele optische zaak die... Hè, ook met infrarood enzovoort. Maar je hebt natuurlijk nog een heel deel van het elektromagnetische spectrum. Wat in feite door dergelijke kijkers die door mij waren behandeld niet wordt opgenomen. En daartoe is vooral na de Tweede Wereldoorlog de radiotelescopie ontwikkeld. Dat zijn die grote schotels. En daar kun je bijvoorbeeld allerlei radiostraling mee ontvangen van diverse golflengtes. En dat heeft ons ontzettend veel geleerd over... hoe met name ons eigen sterrenstelsel in elkaar zit. En hoe, laten we zeggen, het hele universum in elkaar zit. De bekende 21 centimeter straling van waterstof, als ik het wel heb. En bovendien heeft Nederland daarin ook een vrij prominente rol gespeeld. Door die meneer Oort, een briljante astronoom. Ja. Veel reacties van mensen die vonden een leuke aflevering over de telescoop. Dus, ja, ik begreep dat er diverse mensen waren die ook zeiden, ik wil nu ook wel eens naar de sterren kijken. Laat ze dat vooral doen. Ja. Er zijn her en der nog wel een paar plekken in Nederland waar je een hoop sterren kunt zien, met name de Waddeneilanden. Binnenkort in Leiden is er ook iets, zag ik, waar je dat kunt doen. Er was ook iemand die zei van, ga eens naar de lokale telescoopvereniging. Hoe moet je dat zeggen? Je hebt overal van die verenigingen die dan gezamenlijk gaan kijken. Ja, dat zou ik zeker doen. Maar nogmaals, u kunt met een simpele verrekijker of met een vrij simpele telescoop, kunt u al heel erg veel zien. Ja, ik zit even te kijken naar die berichtjes inderdaad. Er was ook een mevrouw, die was een drumheller. Die woonde daar in de buurt. Die woonde in Calgary. Ja, en die had je wel de hand willen komen schudden.
Een hele rit hoor, van Calgary naar Drumheller. Ja, anderhalf uur of zo. Voor ons, maar ik denk voor haar misschien, zij is dat gewend. Nee, het is Alberta. Hè? Ja. Heb ik ook al gezegd, Alberta is groter dan Frankrijk, Zwitserland, België en Nederland samen. Ja. Dan Sam van Schaik, die had het over Wikipedia. Of je dat als bron accepteerde voor papers op de universiteit? Nou ja, dat is een leuke vraag. Ja, van mij mag dat. Maar ten aanzien van bronnen geldt, je moet altijd natuurlijk dubbel checken. Hè? Dus je moet niet zeggen van, nou, ik hoef verder niks. Het staat in de Wikipedia, dus ik hoef verder niet meer te kijken of het wel een klein beetje klopt. Bovendien is de kwaliteit van Wikipedia-artikelen is variërend. Er zijn hele goede stukken. Ik heb vaak genoeg gezegd, als mijn studenten het hele verhaal over de Tweede Wereldoorlog uit de Wikipedia, ze dat op zouden kunnen lepelen, nou, dan ben ik al heel erg dankbaar, dat zijn ze al een hele eind gekomen in feite. Maar er zijn ook onderwerpen die gewoon minder zijn, bijvoorbeeld nucleaire beperkingsovereenkomsten vanaf het moment dat de Amerikanen en de Russen daarover zijn gaan onderhandelen, dat is vaak wel wat minder. Dus ja, je moet meerdere bronnen raadplegen, maar je mag van mij gerust Wikipedia raadplegen. Zet het er maar bij. Trouwens, heel veel Wikipedia-lemmata, die hebben daaronder een enorm notaapparaat. Ja. Maar op veel universiteiten zijn professoren nog altijd kritisch op Wikipedia. Zeggen dat is geen bron, die mag je niet gebruiken. Veel meer professoren dan algemeen wordt aangenomen zijn niet goed snik. Ja. Of als bron Google. Dat is dan wel heel algemeen. Dat wordt ook wel eens gedaan, hè? Nou, misschien staat meer op het HBO. Internet biedt een ongekende hoeveelheid informatie. Ja. Maar je moet wel dubbel checken. Ja. Je moet dus niet zeggen, nou, ik heb een oom en die heeft gezegd, zo is het. En daarom is het ook zo. Nee, je moet altijd kijken of u meerdere informanten kunt vinden over bepaalde zaken. Dat geldt trouwens voor de journalistiek en het geldt voor de wetenschap net zo. Ja. Klopt jouw eigen Wikipedia? Oh nee, mijn eigen Wikipedia? Nee, dat klopt. Daar klopt een deels helemaal niets van. Ik weet niet, ik heb het al een tijdje niet bekeken, maar ben wel bereid om er weer eens naar te kijken. Maar ik dacht altijd van ja, als ik er iets aan veranderd, staat eronder. Dit werd veranderd in de afgelopen 3 weken door M. van Rossum zelf. Dat ik vond, ik moet me er niet tegenaan bemoeien. Maar wat klopt er niet dan? Nou, met name de leeropdracht van mijn bijzonder hoogleraarschap, daar klopt er geen hout van. Oké, dan moeten die schrijvers even... Ja, dat klopt in de berichtgeving van de NRC ook geen hout van. Dus. Oh, dan moeten ze even naar deze podcast luisteren, want dat heb je vast een keer ergens verteld. Nou, of even, ja god, ik wou zeggen even op de universitaire webpage kijken, maar ja, dat is 13 jaar na dato niet zo relevant meer natuurlijk. Oké. Dan ook nog Ingemar, ik denk dat je deze vraag ook wel bedoelde. Is er ooit in de moderne tijd een romantische relatie ontstaan tussen twee regeringsleiders? Ja, de enige die ik zo gauw wist te verzinnen was die tussen hoe heet het, Mandela en die president Te, het was een wat oudere vrouw van Mozambique, waarvan ik nu de naam niet kan ophoesten, maar goed, dat was ineens een hele romantische relatie geworden. Ik meen ook zelfs dat ze met elkaar getrouwd zijn. Maar voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Nee, het idee, ik geloof dat Merkel kon geweldig met Obama opschieten, maar van een romantische relatie kun je ook weer niet spreken. Marcel die heeft een bericht gestuurd, die zegt altijd leuk dat Maarten een oproep om te lezen, maar ja, de podcasts zijn zo interessant, ja, dan ga je niet lezen. Ja, dat heb ik gelezen, ja. Ja. Nou, dat is de podcast enorm interessant en zo, maar het ontheft u niet van, nou ja... Ik wou gaan zeggen, de plicht om iets te lezen. U heeft helemaal niet de plicht om iets te lezen. U moet lezen als u dat leuk vindt. Ja. Ja, maar er zijn natuurlijk, ja, het hangt er ook een beetje vanaf wat uw favoriete onderwerpen zijn. En dan valt er toch meestal nog heel wat te lezen. Er is heel wat meer informatie dan die ik in de podcast geven kan. Ja, en Daphne die zegt van in de podcast spreekt Maarten over patenten. Hij noemt de cupjes van Nespresso. Leuk om te weten. Dat heb ik gezien. Ik heb een tijdje als student voor Nespresso gewerkt. En ons werd op het hart gedrukt bepaalde woorden te gebruiken. Geen cupjes, maar capsules. Geen koffieapparaat, maar koffiemachine en geen winkel, maar boutique. Ja, kortom, een statusgevoelig onderwerp. Ja. Kijk, een beetje koffieliefhebber, die vindt die hele Nespresso cupjes waardeloos. Mijn broer die heeft zo'n espresso machine, maar ja, dus dan is hij een half uur bezig met die machine. Het ziet er ook uit als een soort van hoogoven op minischaal. En dan tenslotte produceert hij 2 kubieke centimeter heerlijke espresso. Daar niet van, maar je denkt wel, het gaat wel erg langzaam. Erg ingewikkeld allemaal, want dan moet de machine weer schoongemaakt worden. En ik ben ook eens een luie Nespresso gebruiker. Oké.
Nou, dat is even wat ik zo snel kon vinden van vragen. Ja, het was ontzettend veel. Ik had het even beter moeten noteren natuurlijk. Ja. Maar een aantal vragen die me, waarvan ik dacht, ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Okay, die heb je al wel gesteld. Doen we dat de volgende keer, kijken we nog wel naar de rest. Even kijken, had ik nog een paar dingen. Oh ja, Philips Museum moet ik nog eventjes, dat ben ik ook vergeten. Die ja, dat is een leuk museumpje op zichzelf. Maar ja, dan moet ik even kijken. De komende tot en met, zeg maar tot en met de kerstvakantie, heb ik wel veel, erg veel te doen. Oké. Okay. Dus dan moeten voor een bejaarde, laat ik het er even bij zeggen. Ja, want ik had nog één vraag over. We hebben ooit een keer, heeft hier ons iemand gevraagd of we op de HU, dat is de Hogeschool in Utrecht, een podcast wilde komen doen. Maar ik begreep nu van iemand die belde mij volgens mij. Ik ga daar een lezing geven. Ja, dat je daar al bent. Dus dan is het misschien 28 dubbel. 28 november of precies, 28 november. Dus nou ja, goed, dan moeten we maar even kijken. Dan is die podcast wel dubbel op, denk ik. Als je dat toch al bent. Ja, laat ze naar die lezing komen dan. Ja, precies. Oké, en beeld en geluid over die marathon, daar zit je in Duitsland, hè? Dus dat kan ik dan ook aan ze doorgeven. Ja, die eerste week van oktober, ja, ik dacht dat het september was. Dat is al pijnlijk genoeg allemaal. Dat blijkt de eerste week van oktober te zijn. Maar klinkt niet gek, toch? Ja, ik hoop niet eigenlijk dat ik de Koude Oorlog weer tot leven zal brengen. Luister dit weekend naar de geschiedenis van de Koude Oorlog. Wat er ook na de Koude Oorlog gebeurd is, moeten we blij zijn dat die afgelopen is. Download het luisterboek. Het linkje vind je in de show notes. In die zin hebben we het einde van de Koude Oorlog op dat moment te danken aan de keuze van Gorbatsjov en de initiatieven die Gorbatsjov heeft genomen.